Wij willen graag aan de ouders van jullie laten zien hoe je een pony inpakt voor kerst. Ik bedoel, want wie wil er nou geen pony onder zijn kerstboom? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we iets doen wat we heel veel voorbij hebben zien komen op Facebook. En overal eigenlijk wel. En wat we nu eigenlijk heel graag willen uitproberen op een Shetland pony. Ja. Want, wat gaan we doen? We gaan Peanut inpakken met cadeaupapier. En slingers. En cadeaupapier. Ja. En nog meer cadeaupapier, omdat hij gewoon best wel dik is. Ja. Nee, jullie kennen vast wel de filmpjes op Facebook van dat mensen een hond of geit inpakken. Het cadeaupapier ja. Of kat, ja. Maar we hebben er eigenlijk nog geen pony-editie van gezien. Wij willen graag aan de ouders van jullie laten zien hoe je een pony inpakt voor kerst. Ik bedoel, want wie wil er nou geen pony onder zijn kerstboom? Dus dat gaan we doen. Laat dit allemaal aan je ouders zien als je een pony wil. Dit is hoe je het moet doen. Misschien ook niet. Misschien kunnen wij dit al niet. Waarschijnlijk niet. Ja, wij gaan het oppakken. Oppakken. Wij hebben hier onze setting. De inpaktafel. Ah. Oh, gaat even mis. De inpaktafel. Tel wat we allemaal nodig hebben. Wij hebben 2 soorten inpakpapier. En dan hebben we daar nog reservepapier voor, want ik weet niet precies hoe dik die knul is of hoe groot dit papier is. Wij hebben een kerstslinger. We hebben lakband. Een schaar. Lokmateriaal. We hebben heel veel snoep. We hebben loksnoep, lokhooi, nog meer lokhooi en de materialen om in te pakken. En een halstertje. Een halstertje. Oh, daar is die. Ons cadeautje. Oh, die dikke pootjes. Wat? Dit cadeautje gaat nooit al te hard wegrennen. Zo, hij staat. Waar zullen we beginnen? Met zijn buikje of met zijn kontje? Oh, die pluk.
Kijk, ik heb mijn flessen erin. Zo lief. Ja, wie mag dat doen dan? Wij, toch? Scheet. Nou, we hopen dat jullie dit een leuke video vonden. We willen nog wel even zeggen... Er is hier natuurlijk geen pony gewond geraakt. We hadden dit niet bij Peanut gedaan. Als hij dit heel erg eng had gevonden. Nee, we hebben het ook bewust bij Peanut gedaan. Omdat de rest gewoon dat eng vindt. Ja, dus ja. Je moet het niet zomaar bij elk paard doen. Als er paniek zou ontstaan, dan is een cadeaupapiertje natuurlijk heel gemakkelijk gescheurd. Dus er kan ook eigenlijk weinig misgaan. Nou, maar ik vind het echt het schattigste cadeautje ooit. Dit wil je toch onder je kerstboom? Laat weten in de comments als je ook zoiets onder je kerstboom wil. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij willen jullie allemaal een hele fijne kerst wensen. Ja. En dit is helaas alweer de laatste Vlogmas video. Jullie kunnen natuurlijk onze video's blijven bekijken. Ze komen alleen niet meer dagelijks online, maar weer gewoon op de woensdag en de zaterdag. En als je ze allemaal terug kan kijken, dan kan dat natuurlijk ook. We hebben elke dag deze maand een video online gezet. Dus die kun je allemaal terugkijken. En in het nieuwe jaar zijn we natuurlijk gewoon weer terug. Stay tuned. Laat zeker weten in de comments wat jullie van ons Vlogmas vonden. En of jullie nog leuke verzoekjes hebben natuurlijk voor het nieuwe jaar. Ja. En vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. En op het belletje te drukken gelijk als je abonneert. Want dan krijg je elke keer melding als we een video online hebben gezet. En dan zeggen Peanuts, Anne en ik vast hele fijne feestdagen nog voor wat er nog over is. en tot de volgende keer. Doei! Doei.